Welkom bij dit filmpje over een stukje uit de historie van Herodotus. We zitten aan het begin en we zitten nog steeds in de aanloop naar de oorlog tussen de Perzen en de Grieken en de roof van vrouwen over en weer die volgens Herodotus tenminste minstens een deel van de oorzaak waren voor het ontstaan van die oorlog. De situatie begon evenwichtig, het was steeds een soort oog om oog, tand om tand. Maar de Grieken hebben een voorsprong genomen en een extra vrouw geroofd, namelijk Medea in het vorige stukje. Daar gaat het verhaal nu op verder. Dan staat er de, dus het wordt weer verbonden met het vorige stukje en. Deuterij hoort bij Genei en dat betekent in de tweede generatie. De Grieken tellen inclusief, dus de huidige generatie is generatie 1 en dan is 2, dus de volgende generatie, dus de kinderen van de mensen die mee waren geweest om Medea te roven. De persoonsvorm legusi, ze zeggen, kondigt natuurlijk weer een ACI aan. Dus dan heb je, en ze zeggen dat in de tweede generatie, meta tauta, vaste combinatie, daarna, dus na die roof van Medea. En dan heb je de naam Alexandron, dat is de A van de ACI. En die naam kennen wij beter als Paris, een van de zonen van Priamos, de koning van Troje. En dat wordt hierna ook gezegd, want er staat ton, lidwoord, met een genitivus van een naam. Dus dan mag je dat vertalen als de zoon van, het is mannelijk, dus de zoon van Priamos. En bij die Alexandros hoort dit participium, dus een participium perfectum, akekoota van akuo, toen hij gehoord had. Toen hij hoorde, tauta, deze dingen, oftewel wat er allemaal gebeurd was, hè, dat Medea geroofd was en Europa in het vorige stukje. Ethelesai is de I van de ACI. Ethelo betekent willen, dat hij wilde. Die hoi is autoi en hier zelfs he autoi. De dativus enkelvoud voor zichzelf. Ek tes Hellados uit Griekenland. Di harpages door middel van roof, door middel van kidnapping. Genestai is de infinitief die wordt veroorzaakt door ethelesai. En genestai gaat hier plus dativus. En dan mag je het vertalen als krijgen. Die dativus, dat is die hoi die we al hadden gezien. En wat hij wilde krijgen was Gunaika, een vrouw. En dus ook in dit verhaal haalt Herodotus de hele mythologische omlijsting eraf. En hij zegt gewoon, Alexandros, de zoon van Priamos, wilde een vrouw krijgen. Uit Griekenland door roof, want ja, dat is wel zo makkelijk. Dat Alexander, zoon van Priamos, toen hij deze dingen gehoord had, wilde uit Griekenland door roof een vrouw krijgen. Epistamenon, ook participium presens, hoort ook weer bij Alexandros. Wetende, en dat kan hier ook zijn omdat hij wist. Pantos betekent helemaal. En het staat naast epistamenon, dus daar zou het bij kunnen horen. Dan krijg je zeker wetende. Maar je kunt hem ook vertalen bij het werkwoord in de bijzin. Hoti, u dosi, dosai, dikas. En dan is het namelijk wetende dat is die hoti, hij helemaal niet gestraft zou worden, genoegdoening zou geven. Dosai is een futurum, maar het staat in een zin in een verleden tijd, dus het is niet zal, maar zou.
Want Oede ook niet. Ekeinus. En dat is vanuit het perspectief van Alexandros gezegd. Ekeinus zijn mensen ver weg. Dus aangezien Alexandros een Trojaan was, heeft hij het dan weer over de Grieken. Dat zijn Ekeinus. En didonai, infinitief presens van didomi. Het gaven. En daarbij kan je aanvullen dikas. Genoegdoening gaven of gestraft werden. Dus de gedachtegang hier is, zij kwamen ermee weg. Ik kan ook een vrouw roven, want dan kom ik er ook mee weg. Zo dus, huto de, harpasantos, komt van harpazo, de stam verandert bij dit participium, dus het is participium auristus. Harpazo betekent roven, het staat in de genitivus en auto ernaast staat ook in de genitivus. We hebben hier een genitivus absolutus. En die auto, dat is Alexandros, hij dus. Dus dan krijg je, nadat hij zo dus geroofd had. En wie die geroofd had, staat erachter, Helenen. Nadat hij Helena dus zo geroofd had. Toisi hoort bij Helesi. Dativus, de Grieken. En die dativus die komt door doxai. Dat is de infinitivus auristus van dokeo. Je gaat dus met een dativus. En dokeo met dativus kun je vertalen als puntje puntje besluiten. En hier zijn dus die puntje puntje de Grieken. En we zitten hier weer in die ACI. Dus dit hoort nog steeds bij die legusi. Dus dan heb je dat de Grieken besloten. Proton, pempsantas, angelus. Proton is eerst. Pempsantas, participium van pempo. Ook een verandering in de stam, sigmatisch auristus. En dit is een accusativus meervoud. En dit hoort bij helesi, maar het congrueert er niet mee. Omdat helesi dativus is doordat doxai. En hier gaat Herodotus strak verder met die ACI. Dus hij laat het hier weer congrueren met een autus of zo die je zou kunnen aanvullen in de ACI. Nadat ze eerst gezonden hadden. Wie hadden ze gezonden? Angelus, boodschappers. En dan krijg je dus wat ze besloten hadden om te doen, namelijk IT ein. Je ziet dat die niet samengetrokken is. Dat is een ionische taaleigenschap. ITO is vragen. Ab ITO is terugvragen. Wie ze terug gaan vragen is Helena natuurlijk. En die wordt door te en kai gecombineerd met dikas tes harpages. Genoegdoening van de roof staat er letterlijk, maar het is een genitivus objectivus voor de roof. IT ein, ook niet samengetrokken, te vragen. Dat de Grieken besloten, nadat ze eerst bodes hadden gestuurd, dat zijn natuurlijk degenen die de boodschap gaan overbrengen, dat ze Helena terugvroegen en genoegdoening voor de roof vroegen. En dit is geconstrueerd als een chiasme. Je hebt hier namelijk het werkwoord, hier hetgene wat teruggevraagd wordt, dan hier hetgene wat gevraagd wordt en daar het werkwoord van vragen. Nou, dan komt er een interessante constructie, waarin het de hele tijd heen en weer gaat tussen de Grieken en de niet-Grieken. De Grieken hebben dus net gevraagd
jongens, geef Helena even terug. En we willen graag ook een boete ontvangen. Want we zijn benadeeld. En dan gaat die ACI verder met Toes. En dat zij, en die zij, dat zijn de niet-Grieken. Proisgomenon. Dat betekent naar voren brengen. En dit is een participium presens in de genitivus. Maar het mist een naamwoord in de genitivus. Dat mag je wel aanvullen, want het is wel een genitivus absolutus. Terwijl ze naar voren brachten, die ze, dat zijn de Grieken. Wat ze naar voren brachten is tauta, terwijl ze dit naar voren brachten. Namelijk dus dat ze Helena terug wilde en dat er boetedoening moest zijn. Dan hebben we proferijn, die hoort bij de ACI. Dus, en dat zij, en proferijn betekent, ik ben even kwijt, oh ja, aandragen natuurlijk. En dat zij aandroegen, zij zijn de niet-Grieken, terwijl zij deze dingen naar voren brachten, zij zijn de Grieken. Svi, dat is autois, betekent voor hen. En dat is dan weer de Grieken. Dus ze dragen bij hen iets aan. Ze verwijten hen iets. Wat ze dan aandragen is ten harpagen, de roof van Medea. Dus die wrijven ze nog even onder hun neus. Ja, hallo, jullie hadden Medea nog geroofd. Weet jullie nog? Jullie staan er eentje voor. Hoos. Dat is namelijk dat hier. En dat gaat met het werkwoord bouloiato. Dat staat een heel eind verderop. Dat is ook een gek ionisch vormpje. Want dit lijkt een derde enkelvoud. Maar je moet het lezen alsof er staat bouloito. En dan is het een derde meervoud. Wat het ook zou moeten zijn. Het is ook een optativus. We zitten hier in de indirecte reden. Dus een optativus obliquus. Namelijk dat zij wilden. En dan over die zij staan nog een paar participia. Namelijk oudontes. Participium auristus van didomi. Nadat ze niet hadden gegeven. Zelf, autoi. Dikas, genoegdoening. En ook niet ekdontes hadden teruggegeven. Een participium auristus van ekdidomai. En dan moet je aanvullen haar, namelijk Medea. Ab aiteontoon. Ook hier heb je weer een participium in de genitivus. Participium presens dit keer. En dan zonder het naamwoord dat erbij hoort. Maar dat mag je er wel bij bedenken. Dus het zijn allemaal ellipsen in deze zin. Het is een hele gecomprimeerde zin. Terwijl zij, namelijk de niet-Grieken, haar terugvroegen. Op ITO is terugvragen. Oké, nou dan zijn we dus bij dat bouloïntol, zoals je het moet lezen. Dus je hebt dan dat zij, hoewel ze niet Medea hadden teruggegeven, toen zij haar terugvroegen, wilden dat zij, namelijk de Grieken, van anderen par alloon, svi, autois, die hoort bij ginestai. Dat gaat, die, als kiknomai met een dativus gaat, betekent het dus krijgen. Dat zij kregen.
die kas. Dat zij genoegdoening kregen. Dus de niet-Grieken verwijten de Grieken hier dat ze zelf iets willen terugkrijgen wat ze nooit zelf hebben teruggegeven. Nou, ingewikkelde tekst. En tot zover dit filmpje.